En dan maar... nu eindelijk die kijkdoos waar je het al de hele ochtend over hebt, Fred. Ja, ik die staat er hier ook. Ik zit ook naast de beide dames. Naast ja, Roos, dat zeg ik niet. Je wil niet weten hoe vaak hij al heeft geroepen dat hij in de doos van Roos gaat kijken. Nou, dat is fijn. Daar staat hij. Ja, ik was eventjes afgeleid. Zullen we proberen uit te leggen hoe die eruit ziet? Het is een kleine uitvoering van het Corso Theater. Oh, ik dacht dat het een IKEA-kastje was. Nee, het is Corso Theater en het zit eigenlijk naast Tweet. Hè? Tenminste, het is een buurvrouw van jullie, hè? Ja, inderdaad. Het zijn onze leukste buren van de straat. De leukste buren van de straat. Ja, hoe ben je, hoe kom je, Roos, hoe kom je naar een godsnaam op idee om zulke dingen te maken? Nou, we hebben een winkelpand in de Prinsenstraat. En een hele Tweet, hè? Tweet. Ja. Tweet.nu, het IE Tweet. En die etalage is vrij groot. En we willen die etalage gebruiken om meerdere ondernemers te promoten. Dus het zijn allemaal dozen, allemaal kijkdozen. En die richten wij in voor ondernemers. Dus op zo'n manier, zoals je nu ziet. We zetten er een QR-code bij. En winkelend publiek kan via de QR-code... krijgen ze meer informatie over wie er in de box zit. Ja. Maar als wacht je... even hoor, dan moeten we even ook die code uitleggen. Want ik weet ook pas heel kort wat dat is. Dat ga ik nu even aan Mo vragen. Zo. Nou, zo'n QR-code kun je dus scannen met je smartphone. Ja. Je kan dus zo'n applicatie kun je dus gratis downloaden. En dan als je die scant, kom je gelijk op de website terecht die het verhaal vertelt over de ondernemer. Dus als je meer wil weten over de box, je scant, je kijkt en alles wordt gelijk duidelijk. Maar hoe gaat het nou zijn werk als je nou iets leuks ziet bij jullie, Roos? Nou, dan kun je scannen, dan krijg je meer informatie en dan kun je meteen door naar de website van het bedrijf. En daarnaast promoten we ook die boxen en die ondernemers via Facebook en Twitter. Maar kun je nou ook gewoon bij jullie ouderwets nog naar binnen lopen of dat niet? Nee, daarachter is ons kantoor. Maar we verhuren het wel in de weekenden aan webshops. Die dan een keertje winkeltje kunnen spelen met z'n allen, met een groepje. Dus dat hun klanten ook echt de winkel in kunnen en de producten kunnen zien en voelen in plaats van alleen maar op internet. En we verhuren ook aan tentoonstellingen. En door de week is het ons kantoor. Een bijzonder concept. We hebben een foto bij ons van de etalage bij jullie. Er staan onwijs veel dozen. Is het nog wel duidelijk voor de mensen die kijken? Ja, hoeveel zijn het er? 30. Doe maar. Ja. Nee, het is gewoon echt een verrassingsbol. En kijk, je haalt er een paar uit die je interessant vindt. Maar al die 30 promoten wij wel via social media. Dus je krijgt van twee kanten aandacht. En word je niet altijd gescand, dan word je wel opgepikt via Facebook. Ja. Maar Roos, je kan niet alleen bedrijven profileren op jullie etalage. Ook meningen. Ik kan me er niks meer voorstellen. Nou, mee. Zullen we daar straks even over hebben? Ja, laten we er even over nadenken. Denk er maar even over na. En dan gaan we nog wat van die... Ja, ik wil wat kwijt hoor. Die dozen omschrijven, dat lijkt me wel aardig. Want het ziet er toch een klein beetje uit als een kastje. En er staat van alles in. Het is een kijkdoos, maar dan modern en groot. Het is ook gewoon een kijkdoos, Debbie. Ja, maar het is niet een schoenendoos. Want dat is voor mij een kijkdoos met een gat erin en zo. Dus krijg je als je 40 jaar bent. Ja, we houden het leven op. Straks weer. Het is zo gezellig hier in onze huiskamer op Radio West. Het is altijd gezellig, Debbie. Ja, maar nu extra, want Erwin Nijhoff zit met zijn gitaar klaar. Hij gaat zo meteen spelen. Hij zit voor een knapperend haardvuur met houtblokken erbij, Sinterklaasprenten, chocola. Hè? En jij zit gezellig op de bank tussen twee mooie dames in. Nou, Fred, wat wil je nog meer? Die straat is echt warm uit. Die haard is gewoon nep. Het is hier gewoon koud. Maar gelukkig zit ik tussen twee hele lieve warme dames. Tweet nog steeds, hè? De kijkdozen. Mm-hmm. Waar ik naar benieuwd ben, Roos... Jij, we hadden het net over mening. Je kan niet alleen bedrijven kunnen zich profileren bij jullie, maar ook meningen. Daar heb jij een sprekend voorbeeld van, hè? Nou, een mening, het was bijvoorbeeld een leuk voorbeeld, is een jongen die had zijn gezicht in de etalage. Dus een foto van zijn gezicht met op zijn voorhoofd een QR-code. En verder niks, geen informatie. En als je de QR-code scande, dan kwam je erachter dat hij op zoek was naar een baan. En kwam je bij zijn cv terecht. Dus dat is ook dat je iets kunt doen. Zo, ik ga nog even voor de mensen die het net gemist hebben. Die code, dat is zo'n ding dat kun je inscannen als je een smartphone hebt. En dan krijg je meer informatie. Ja. Even voor de duidelijkheid. Maar dat is wel. Heeft dat wat opgeleverd bij die jongen? Nou, hij is uiteindelijk voor zichzelf begonnen. Dus hij heeft het niet meer nodig gehad. Maar het werd wel veel gescand en veel aandacht ervoor. Omdat het natuurlijk een hele andere nieuwe manier is. Die kijkdozen. Oh, sorry, Fred. Ja. Nee, ga. Ik wil ook even met ze praten. Die kijkdozen. Ik heb net gezegd, het is een soort kastje met een kijkdoos, maar dan de moderne variant. Hij is groot. Het is van hout en er zit een lampje in. Maken jullie die nou allemaal of maken de mensen zelf van wie die is, zo'n kijkdoos? Ik even Mo. Nee, wij maken ze helemaal zelf. En als klanten ideeën hebben, dan luisteren we er natuurlijk naar. Maar wij vinden het leuk om het vooral zelf in eigen hand te houden. Om ook een bepaalde kwaliteit en creativiteit te kunnen handhaven. En dat
Nou, jullie zitten lekker samen te knutselen. Dat lijkt me wel gezellig. Ja, dat is wel heel erg leuk. Want dat doe je eigenlijk al jaren niet meer. En ineens moet je weer. En dan is het toch wel een soort van ontspannend flesje wijn ernaast. Ja, lekker stukje kaas, vertelde je me net. Dat stralen ze ook wel uit. Maar wat ik heel bijzonder vind, Debbie, is dat het is gewoon met alle respect een winkeltje in de Prinsenstraat. Mm-hmm. En dan is er een trenchwatch bedrijf in Londen, heeft u dat opgemerkt? Ja, dat is wel opgepikt. Ja, we staan. We hebben een dubbele full color pagina en zo'n heel dik koffietafelboek gekregen van Global Innovations Report. We hadden er nog nooit van gehoord, maar we hadden het opgezocht op internet. En dat ziet er echt fantastisch hipper de pip uit. Dus jullie gaan gewoon zwaar over de grens heen? Ja, we waren echt helemaal onder de indruk. Vooral omdat we niet in het Engels schrijven. Ja. En ze dus toch in Londen, zelfs door social media, ons hebben opgepikt. Wat is nou de juiste vertaling in het Engels? Dat zou ik net zeggen, van een kijkdoos? Een box. Jeetje. Watchbox. Een box, ja. Ja, een box. Hey, stel nou dat wij met ons programma een kijkdoos willen maken. Debbie, zou het vinden? Debbie, een man als in de Prinsenstraat? Ja, dat is allemaal van die miniatuurtjes. Van die kleine dingetjes, leuk. Met kleine zwaardbroodjes. En heb jij windjes en zo. Een wat grotere Stefan Evenblij. Hoe maak je een kale man? Dan zetten we een ei neer. Ja. Nou, je hebt genoeg ruimte, maar voor een QR-code, toch? Ja, toch? Maar wat kost dat ongeveer? Ben ik benieuwd naar. Het kost €119 per maand. En veel? €119 per maand. En dan richten wij de box voor in. We zetten een verhaaltje op onze website. En je krijgt 4 Facebook en 4 Twitter-vermeldingen per maand. Want dat is ook de beetje met een knipoog de naam, hè? Tweet. Met een knipoog naar de social media, hè, Mo? Ja, klopt. Nee, dat is helemaal goed. Alleen dan dus tweet met IE en dan punt nu. Ja, Prinsenstraat, niet vergeten. Je kunt zelf gaan kijken inderdaad naar een heleboel kijkdozen. Leuk dat jullie er waren. Ja. Bedankt. Erwin Nijhoff, zometeen hoor, gaat hij voor ons spelen. En we gaan straks het spel spelen. 070-390-5454 als je een mooie prijs wilt winnen. Miss Montreal was hier pas ook nog. En een hele gave theatershow heeft ze op dit moment.